Hallo allemaal, dit is documentairemaker Thomas Vogels. Zoals we allemaal hebben kunnen zien, zijn schapen niet de domme beesten die we altijd dachten dat ze waren. Ze zijn blijkbaar slimme beesten die met elkaar kunnen converseren en blijkbaar geavanceerde samenlevingen hebben. Volg mij in mijn reis om deze dieren te interviewen en te kijken wat ze echt zijn. We gaan door bossen heen en langs onduidelijke paden om deze dieren te vinden. En dan gaan we ze even stevig aan de tand voelen. Volg maar in deze documentaire genaamd Wollige Wolla's. Wow. Jongens, zie dit. Zie dit. Dit is niet te geloven. Zien jullie dit? Dit gebroken stukje dak. Dit is echt... Dit is waar wij naar op zoek zijn. De wollige wollas, wat zij doen, zij gaan op zoek naar takjes en planten en die eten ze dan op. Maar hier, zie je, hier zitten stekels aan. Deze dingen die eten ze niet. Dus wat ze doen, ze lopen hier zo langs dit pad waarschijnlijk, hebben ze ook nog gelopen. En dan komen ze allemaal planten tegen en zo. Maar deze heeft van die stekels, dus die ontwijken ze. Dus ze zijn wel degelijk slim. Dus dit onderwerp, dit onderzoek wat gedaan is, wat erop duidt dat die beesten dus heel erg slim zijn, dat kan nog wel wat hebben. Want ze ontwijken dus dit soort dingen die zeg maar schadelijk voor ze zijn. Fascinerend. Wonderbaarlijke beesten. Laten we snel verder gaan om ze te zoeken. Ik heb zin in. Maar een natuurdocumentaire zou een natuurdocumentaire niet zijn als we niet even kritiek zouden hebben op de maatschappij. Moeten we eens zien, dit stukje bos is helemaal omgekapt. Zoals je hier ziet, zijn er hier twee ongevechte palmen gewoon laten staan, recht in je steek. Ongelooflijk, vervuiling, pijpenspreid, flesjes en zakken. Niet geloven wat we hier kunnen vinden. Mensheid slecht, natuur goed. Conclusie. Dames en heren, zoals jullie daar waarschijnlijk kunnen zien, er zit een nest in de boom. En we weten allemaal natuurlijk wat een nest in de boom betekent. Hier nestelt een Pterodactylus. Pterodactylus is een vrij grote vogel en hij eet vreemde dingen. Om het minst te zeggen. We hebben gezien dat ze kipnuggets eten, want deze liggen altijd naast het nest op de grond. Er staat altijd een mooi porseleinen bordje ligt altijd op de grond naast een nest. En er liggen nog wat half opgegeten kipnuggets op. Maar ook leeglopen autobannen. Onderzoekers weten nog niet waarom pterodactylussen zoveel zin hebben in leeglopen autobanden. En ook niet waarom ze kipnuggets nou zo lekker vinden. Dus dat zijn we nog aan het onderzoeken. Maar dit soort momenten, hè, waar je gewoon weer zo'n nestje ziet, dat is gewoon mooi. Daar moet je echt van genieten. Dat moeten we echt. Dit is waarom we dit soort documentaires maken. Om de mensen een idee te geven van wat er in de wereld omgaat. Laten we verder gaan. Oké, Floris, zoals je ziet, daar is weer een heuvel. Dat is weer perfect voor schapen om te wonen. Ook als je goed kijkt, zie je daar een hek staan. En dit hek, dat zorgt ervoor dat die beesten zich kunnen verzorgen. En dat ze hun eigen plukken vuil kunnen weghalen en zo. Dus dit is eigenlijk weer een prachtig plaatje voor de beesten. En dit is echt het perfecte leefgebied voor ze. Dit is waar ze van nature dus voorkomen. Hallo mensen, het is dan zover. Onze lange reis is eindelijk compleet en we hebben de wollige wollas gevonden. Als je daar kijkt in die vallei daar,
Dus zien jullie wellicht een paar witte vlekken, misschien een zwarte vlek. En dat moeten de beesten zijn. We begeven natuurlijk ons nu op hun terrein, deze heuvels. Dus het is niet makkelijk om hier overheen te gaan. En het is dus ook vrij gevaarlijk voor mij en mijn cameraman. Nu gaan we proberen om te kijken hoe slim deze beesten zijn. Nou ja, het stond dus al in het onderzoek dat het vrij slimme beesten zijn. En nu ga ik ervan uit dat deze beesten ongeveer even slim zijn als gorilla's. Maar wat is het probleem met documentaires maken over gorilla's? Zodra je ze in de ogen aankijkt, worden ze agressief. Waarom is dit? Als je ze in de ogen aankijkt, dan denken ze dat je kijkt hoe sterk die gorilla is. En als jij erachter bent hoe sterk die gorilla is, kan je wel eens proberen de dominantie in de groep over te nemen. Dus zij denken, hij kijkt me aan, hij wil mij dus aanvallen en de baas worden van mij. Wat ik daarom ga doen, ik zet deze bril op in de hoop dat ze niet kunnen zien waar ik naar kijk. En dat ik daardoor dus geen agressief signaal uitzend naar deze mogelijk agressieve beesten. Nu is het dan eindelijk zover. Wij gaan kijken hoe slim deze beesten daadwerkelijk zijn. We gaan er voorzichtig op af en dan zien we wel hoe het verder gaat. Oké. Zoals jullie nu kunnen zien, daar staan twee exemplaren, twee witte exemplaren. Ik weet niet hoe agressief ze zijn. En hier aan de onderkant van deze heuvel staat ook nog een exemplaar, een zwart exemplaar. En we gaan eerst even kijken of dit verschillende soorten zijn in mijn boek. Er staat hier boven eentje heel dichtbij. Hij heeft het. Laten we even wat meer afstand nemen. Even wat meer naar achteren, ja. Oké. Kijk even in mijn boek of er al dingen bekend zijn over de agressiviteit van deze beesten. Of het speciale ondersoorten zijn die wellicht sneller aanvallen dan anderen. Nee, ik kan er niks over vinden. Wij zijn echt de eerste die hier onderzoek naar doen. Ja, we gaan er tegenaan. We gaan ze even interviewen. We doen het gewoon. Oké. We lopen wel even door. Ik denk dat dit niet een veilige plek is om te interviewen. We moeten op een wat platter gebied staan, zodat ze niet per se ons kunnen aanvallen vanaf de hoogte. Oké. Laten we verder gaan. Oké, zoals jullie kunnen zien, de schapen bewegen zich nu de verkeerde kant op. We kunnen deze wollige wolla's dus op zo'n manier niet interviewen. Dus wij moeten ons eerst nu manoeuvreren op zo'n manier dat we de groep gescheiden houden. Want zodra ze met hun allen op ons keren, op ons tweeën, dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Dus we moeten ons zo manoeuvreren dat de groep een beetje verdeeld is. En dus dat we een paar individuen kunnen interviewen om te kijken wat hun intelligentie nu echt is. Want deze wollige wolla's die proberen zich natuurlijk van de domme te houden, maar wij trappen daar niet in. Wij gaan echt tot de kern van de waarheid komen en we gaan dus even kijken hoe we dat moeten aanpakken. Oké. Let's go. Hey, dames en heren, we hebben een plek gevonden om deze schapen te interviewen. We worden niet als gevaarlijk beschouwd. Dus we gaan er nu gewoon voor. Dames en heren, hebben jullie ook nog een speciale kijk op de wereld? Dank u wel, meneer. Aanbieden jullie een speciale god? God van de schapen? Of hebben jullie ook nog heidenen onder jezelf? Die een geit aanbidden of zo. Wat was jullie reactie toen jullie hoorden dat neutrino's wellicht sneller gaan dan het licht? Toen ze in CERN die dingen afschoten?
dat die sneller aankwamen dan licht theoretisch zou moeten doen. Ze houden zich stil. Wat vinden jullie van het feit dat de PVV nog steeds een grote partij is in Nederland? Laat dat niet zien dat wij de kant op gaan van de NSDAP? Is dit een nieuw tijdperk van de naties hier? Ik geloof eigenlijk niet dat deze beesten kunnen spreken. Ik denk eigenlijk dat het onderzoek niet geklopt heeft. Ik denk gewoon dat schapen schapen zijn. En geen hogere intelligentie hebben. Teleurstellend, teleurstellend. Nou, dan gaan we maar weer. Jammer dat het onderzoek hier is gestrand. Fijn dat jullie allemaal hebben gekeken. En, nou ja.